We gaan naar de Wiries met Luna Laursen. Rapid Wheels Klaasineveen, Rosalie Sings. De Logsprinters met Britt Tijhoff. FCC De Kombocht Bussen met Eline de Jong. De Lion d'Or met Demi Nieuwenkamp. FCV Geldermalsen met Romy Kerkhoff. De Lion d'Or, Noah van der Velde. En de Wheelies, let op haar. Plaat 58, Anne Bos. Finale, girls 9-10 jaar. De gate is aan, de line is green. We zijn onderweg hoor met de girls 9-10 jaar. Eens even kijken wie is de goed vertrokken. Dat is de dame in het geel. Prachtige start daar voor de dame van de Wheelies. Luna Lauze. Is het Lauze? Nee, Lauze ziet wat verder achter. Het is Bos. Anne Bos, zij pakt de leiding. Het zijn rappe dames daar van de Wheelies. Maar voorlopig ziet het er wat minder goed uit voor Lauze. Anne Bos daarentegen, zij gaat crescendo. Gaat hier dus aan de leiding. Neemt daar Lion d'Or met zich mee. Dat is dan Demi Nieuwkamp volgens mij. De plaat van 179. En dan gaan we eens even kijken wie we op drie hebben momenteel. Dat zou de Romy Kerkhoff van ons kunnen zijn. Net terwijl ik dat zeg, wordt zij eraan. Aangevallen. Het is Noah van der Velde trouwens, maar die dame Demi Nieuwkamp nu aankomt, want die gaat van 4 naar 3 te komen op de kosten van de Kerkhof. Voorin nog steeds Anne Bos, dus zij lijkt af te zeven op een overwinning, maar kijk eens, ze komt dichterbij hoor. Noah van der Velde van de Eldrijk, maar het is nog Anne Bos. Hij pakt de winst hier in de categorie girls 9 en 10 jaar. We gaan naar de boys van 9.